Vorige week zijn we met MTV Culinaire begonnen aan een winterfeestdiner en hebben we het gehad over het voorgerecht. En natuurlijk zijn we nu benieuwd hoe onze meesterkok Wim verder gaat met zijn culinaire hoogstandjes. We hebben paddenstoelen vandaag, van allerlei soorten paddenstoelen. Dus ik heb een gewone champignon en een dichte, zoals je ziet. Dus een hele goeie, een hele harde. Hè? Ik heb een zwam, ik heb shiitake groot en shiitake klein. En dan heb ik hier nog een zwammetje, zie je, een trotszwammetje. Hup, heb ik hier nog seps. Dit schoon is, en dit is schoon, en dit is schoon, en dit is schoon. Er zit geen zand op. Dus die worden, komen niet uit de bossen. Die kunnen wel uit de bossen komen, maar dan worden ze op een stammetje gezet. En daar groeien ze dan op, dus die worden schoon geplukt. Hier zit bos aan, zie je dat? Kijk. Dus die moet ik ook nog schoonmaken, want anders zit ik zand te eten. Want dit hebben ze gewoon uit de grond getrokken. En dan zit er nog op. Hè? Dus het is allemaal best wel veel werk. En dat is ook het verhaal van paddenstoelen. Waarom het af en toe zo moeilijk is om er iets heel lekker. Want het is een hele specifieke, lekkere, eigen smaak. En dan doen we een stukje vlees bij. Want dan denk ik, het is toch natuurlijk decembermaand. Dus het is wildtijd. Heb ik nu gekozen voor een hertenhaasje. Nou, dan zie je de champignon, dan zie je dat het een heel mooi is, want hij is, ten eerste is hij dicht en hij is mooi hard. Kijk, dan ga ik met hem deze doen. Deze leg ik gewoon zo in de pannetje. Doe ik er een beetje boter op. Nou, dit zijn dus grote shiitake. En het steeltje moet eraf doen, want het steeltje is altijd hard. Grote uien, dan kunnen die couverturen maken. Hè? En je ziet, ik snij hem in. Ik laat hem aan het kontje vastzitten. Hè? Alles wat je dus, en zeker met ui, want je zat meestal al half te huilen. Hè? Dus je ziet al niks. Als je dan zorgt dat je een snijvlak heeft, dat die plat ligt, ligt die veiliger. Kan je niet uitglijden. Hè? Hier hoe champignon je ziet, waar we het straks over hadden. Zie je, die champignons hebben een druppeltje water opgezet. Ik heb er een klein beetje boter in gedaan, zie je dat? Ja. Nou, en als je dan eigenlijk dit ziet, dan zie je dat die champignon zijn vocht afgegeven heeft, zie je dat? Die heeft heel even op het vuur heel staan, even, he? Heel zachtjes op het vuur. Zo gauw de stoom in het pannetje zit, oftewel mijn water kookt, dan zet hem al laag. Hier heb ik die zwammen. Nou, die zwammen heb ik plakje spek op gedaan. Die ga ik daar gewoon in een pannetje bakken. En dan hebben we hier dit. Dat bak ik op het laatste moment. Met een uitje, het runderhaasje, dus de biefstuk van de haas van het hert. Doet er gewoon olie op, peper en zout erop. En gebakt in een droge pan, die heel heet is. Oké, hij sist weer. Laat hem maar lekker gewoon sissen, want dat mag ook. Ah, dit is het vlees, hè. Dat ik straks zei van, moet er boter bij? Voor mij hoeft er geen boter bij. Maar het ruikt zo lekker, hè. Dat bakt dan niet. Kijk, nou bakt hij nog gewoon, zie je dat? Kijk, mijn boter is weg, hè. Zie je dat? Ik kon hier even die jus de veau, de spont opstaan. En dan zeg ik van, oké. Lekkere kaalsvond, heb ik ingekookt, die is dan helemaal goed. Doe ik daar een beetje van die gebakken champignon bij, heb ik een hele lekkere paddenstoelensaus. Doe ik er die uienconfituren bij, heb ik dus een frambozensaus. Dit zijn de rode uitjes. Dit zijn de rode uitjes, een beetje olie. Lekker aanfluiten. Uienconfituren. Azijn. Zoet, zuur. Als ik er nou al meteen de suiker bij doe, waarom mijn uitjes niet gaan. Dus ik laat eerst mijn uitjes gaan worden. Die zet ik hier zo maar neer. Laat hem maar lekker doorgaan. Dus je ziet al dat deze paddenstoelen, champignons, paddenstoelen, shiitake, die zijn droger. Dan zeg je oké, doe er maar iets bij. Ook op een gegeven moment natuurlijk niet te hard blijven bakken. Hè. Als je ziet dat het goed is, dan gaat het maar een beetje aan de kant.
Zo, dat is ook alweer klaar. Dan zie je mijn uitjes. Zie je dat? Heel mooi. Mooi gestoofd. Nou ga ik er dus zuur, maar ga ik er suiker mee doen. Kan dat niet kristalliseren weer? Ja, dat mag ook een beetje. Oh. Dat is niet erg, maar suiker onttrekt natuurlijk weer vocht. Dus je zult daar zien dat ik automatisch sap in de pannen te krijgen. Nou, laat het maar lekker karamelliseren, dan is het meteen goed. Kijk, heb ik deze zo een beetje gebakken. Oké, doe er maar een beetje basilicum op. Dat is mooi, wordt mooi groen. Heel eventjes terug, een beetje te verwarmen, dan is het ook alweer klaar. Dit zet ik even in de oven. Dus dat moet even naar achteren toe. Nou, en dan gaan we nu een bordje maken. Dit zijn de champignons die ik gekookt heb. Dan heb ik de sausje we hebben gemaakt, daar heb ik een beetje op. Dan heb ik weer terug erin gedaan, zie je dat? Dus dat heb ik mooi gevuld met dat sausje. Ik heb hier een ander zwammetje liggen met een uitgebakken spekje erbovenop, samen in de pan gebakken. Ik heb hier shiitake en schapenvoetjes. Het hertenfiletje met gepeperd en gezout is met olie in een droge pan aangebakken. Opletten met wild. Daar hoeven mensen geen 300 gram van, want daar kunnen ze niet op. De spruitjes zijn gewoon lekker, dus die moeten mogen er ook rustig een paar bij. Hè? Uienmarmelade. Maar uienmarmelade van rode uien. Die ik dus aangebakken heb, zachtjes in een beetje olie. Geblust met frambozenazijn gaar laten worden en toen een beetje suiker bij gedaan. Met een beetje jus de vo erop. Dat is het hoofdgerecht. We drinken hierbij een lekkere tempranillo. Lekker een beetje, ja, moet ik dat zeggen, fruitig. Niet te jong, of jong. Hij moet wel mag best iets hebben, want het is natuurlijk wel wild. Je zou er ook een heerlijke begonje bij kunnen drinken. En dan, hij mag een klein beetje, of niet kan, maar iets cool zijn voor mij. Dat vind ik lekkerder, maar dat is persoonlijk. Gewoon uit de kelder. Uit de kelder, ja. Ja, dat is wel goed. Proost. Proost.